Goedemorgen gamers en welkom bij, ja, een keer een andere map. Dit is namelijk de map Sandy Bay. Die heb ik helemaal kapot gespeeld in Farming Simulator 15. En hij is nu ook voor Farming Simulator 17, maar deze map gebruik ik eigenlijk alleen als ik een beetje zelf tijd over heb. Dan ga ik gewoon met deze map verder eigenlijk. Dus ja, er komt hier geen serie van, dat zeggen jullie al wel. Tenzij jullie heel veel likes achterlaten. Dan wil ik dat misschien nog wel eventjes doen. Dus knal like er eventjes op als je hier graag een serie voor wil hebben binnenkort. Dit is dus eigenlijk mijn eigen map. Wat ik altijd aan het spelen ben als ik tijd over heb. We hebben natuurlijk mijn eigen Klaas Lexion 750. We hebben de nieuwe Dirt Sneer serie van Blocky Games. Er staat ook wel Dirt Sneer serie van Blocky. Deze heb ik laatst helemaal gemaakt. Dit is eigenlijk de nieuwe tracker die ik wil gaan gebruiken. Ik zal ook wel een linkje in de beschrijving zetten voor alle mods die ik hier gebruik. De Ursus, die staat in de modhub als ik het goed heb. Dan hebben we hier nog een fan favoriet 515C. Die staat volgens mij op modhosten als ik het heel goed heb. Maar dat weet ik niet zeker. Dan hebben we ook nog... Nou, en de Klaas, Dirt, Ursus en de fans. Wat gaan we vandaag doen? Nou, ik was natuurlijk bezig om dit veld te gaan oogsten. Veld 13. En die gaan we vandaag gewoon afoogsten. Maar dat doen we natuurlijk met behulp van... Helpen. Dus jij gaat je gang maar. Dan gaan wij met de vent... Gaan wij eens eventjes onze trailer legen. Deze trailer... Brandt me hier die voor? Nee. ACE. Hoe heet het deze trailer ook alweer? Ik weet niet precies hoe deze ook alweer heet, deze mod. Maar die staat in een modhub in ieder geval, deze. En je kunt er ook een mooi zeiltje overheen doen. Dus. Ja, dus ik zou zeggen, we gaan dit nou eventjes legen. Kijk, Sandy Bay ken ik natuurlijk redelijk uit mijn hoofd. Omdat ik die helemaal kapot heb gespeeld op Farming Simulator 15. Maar ja, in Farming Simulator 17 is de mod zo erg, of de map zo erg veranderd. Normaal zat je altijd waar Willow Farm Barn is, onderin. Daar was altijd eerst de normale yard waar je altijd was. Maar nu is dat helemaal naar boven verplaatst. Dus nu is dat boven de Sandy Bay Farm Barn. En ja, de map is gewoon heel anders. Maar ja, het blijft ook een hartstikke mooie map. Maar ik zit toch nog te wachten op Thornton Farm. Want dat is en blijft altijd mijn favoriete map. Is het eigenlijk altijd al geweest. Dus, ja, er is alleen een dingetje... De Klaas, als die gaat draaien, dan gaat hij door het gewas heen. Dus dat is een beetje jammer dat hij dat kapot reed. Nou ja, goed. Zo heel erg zou dat wel niet moeten zijn. Maar goed, wij gaan deze dus even legen. En dan gaan wij, denk ik, gaan maaien. Dat we misschien even een Big M gaan huren of zo. Want we hebben 145.000 euro. Dat we misschien eventjes een Big M gaan huren of zo. Ik weet het niet. Maar ja, dit is dus wat ik al 3 keer heb gezegd. Is dit de map die ik gewoon in mijn eigen tijd speel. Als ik tijd over heb. Dan speel ik deze map gewoon. En het is echt een super fijne map. Moet er natuurlijk wel een beetje wennen aan layout dat het allemaal veranderd is. Maar ja, goed, hey. Je krijgt wel iets moois. De gratis helpen G is vol. Dat is niet waar, die zit nog 81% vol. Dus we moeten eventjes gauw deze trailer liggen. En dan moeten we als de weer gaan weer naar de combine. Want die zit bijna vol. Nou, hier zijn we bij de boerderij. Waar wij ons graan gaan dumpen. En heel veel mensen hebben gevraagd van Lars, hoe doe je eigenlijk die deuren open van die trekker? Nou, daar is geen mod voor, dat zit bij de trekker in. Dat heet Interactive Control. Daar is geen mod voor, dat zit gewoon bij de trekker in. Dus dat kan ik jullie helaas niet garanderen dat het in elke trekker zit. Maar in deze trekker zit het ook. Kijk maar, dan kan ik de deur openen als ik wil. En dat zit alleen bij de trekker in en dat is geen mod. Voor de mensen die dat zich afvroegen. Kijk, hier ligt alle tarwe. Die heb ik hier neergedumpt. Ik wil hier gewoon een mooie heuvel met allemaal graan hebben. Dat vind ik altijd wel wat hebben. Maar meer dan dit kun je niet lossen. Dat is wel apart. Maar ja, goed. Nu moeten we, als de wierweer gaat, terug naar de combine. Want dus je bent er vol. En dan gaan we denk ik vast maaien of zo. Moeten we even kijken. Want ik heb nog, we hebben wel stroombalen die zijn er achterin. Maar we hebben nog geen grasbalen. Ik heb nog geen grasbalen, want dit is eigenlijk een map die ik natuurlijk zelf doe. Waarom rij je aan de linkerkant van de weg? Omdat dit namelijk een Engelse map is. Vandaar.
De graantank van Helper G is vol. Nou, dan redden we als een wielerweer gaat erin. Hij heeft hier en daar wel stukken vergeten. Niet dat het heel erg is, maar... Dat is wel jammer. Want dan moeten we er eventjes bij blijven, omdat hij alleen dit stukje nog pakt en de rest neemt hij nog niet meer. Omdat hij dat allemaal vergeten is. Ja, doe maar leeg, hè. Wat doe je daar niet aan? Doe maar. Waarom ligt hij niet? Oh, doet hij toch wel. Zo, dan moeten we even kijken hoeveel de Big M eigenlijk kost om te huren. De Block Against Big M. 9600 euro. Oh, nee, dat valt nog meer. Dan kunnen we die straks gebruiken. Want we hebben namelijk behoorlijke grote velden. Zoals veld 4 kunnen we eventueel maaien. En dat is volgens mij ook het enige grasveld wat we hebben. Als ik dat zo zie. Dus dan moeten we dat veld maar even gaan maaien straks. Met de Big M. Mijn eigen Big M. Oké, nou hij is klaar. Gooi die pijp maar weer uit. Zo. Er nog heel ietsjes in. Ja, wat we ook kunnen doen is gewoon zelf eventjes alles. Ping. Zelf alles eventjes oogsten, dat is ook wel makkelijk. En dan gaan we gewoon maaien, maar ja, dan weet ik niet. Dan kan het natuurlijk zijn als de video is afgelopen dat alle balen al zijn geperst en dergelijke. Ik denk dat ik gewoon heel af en toe deze map laat zien hoe ik de progressie heb. Met verschillende mods en dergelijke. Ik denk dat dat wel leuk is en dat het dan geen serie wordt. Maar dat ik jullie gewoon af en toe laat zien wat de progressie is in deze map als ik tijd over heb. Misschien is dat wel een leuk idee. En als Thornton Farm uitkomt, dan gaan we zeker die als livestream map doen. Want Old Streams map die is ook nog maar 5 livestreams op het moment. Dus nog 5 livestreams en dan moeten we een nieuwe map kiezen. En dan hoop ik dat Thornton Farm dan uit is. En natuurlijk, Zuidwest-Friesland komt ook langzamerhand aan het einde, dus moeten we ook weer een nieuwe map hebben. Dus er komen nog genoeg mappen aan. Maar ja, voorlopig hebben we deze nou gewoon voor mezelf en laat ik jullie af en toe de progressie zien. Maar dit is een redelijke grote combine, dus dat is ook wel fijn. Dit is de middel, want je hebt klein, je hebt middel, je hebt groot en je hebt erg groot. Nou, dit is middel, dit is gewoon perfect. Groot start. Er zijn behoorlijke velden hier op Sandy Bay. Maar deze combine die doet hartstikke goed, joh. Die doet het prima. Block Against BV Denenkamp. 19 BGL 9, oftewel 19 september. Daarom staat die 19 en die 9 is voor september. En BGL staat voor Block Against Lars. Heb ik toch eventjes van gemaakt. Ja, mooi. En ik zal binnenkort ook eventjes een tutorial maken van hoe je adstrips kunt toevoegen in Giants Edit. Maar dat vinden mensen ook wel leuk. Ik heb natuurlijk een tutorial gemaakt over hoe je het geluid van trekkers kunt veranderen. En dan misschien binnenkort ook even van Giant editen. Misschien is dat ook wel leuk. Nou, dan hebben we nog een klein stukje. En dan brengen we hem naar de andere kant. En dan zetten we wel even op helpen. Dan kunnen we even als de Big M huren. En die aan het werk zetten. Of in ieder geval vast klaarzetten en daarna het werk. Nou, hier is de Krone Block Against BV Big M. Dit is de Big M die ik natuurlijk heb aangepast in een tutorial met de nieuwe geluid. Dus ja, laten we hem eens even opstarten. En dan gaan we naar veld 4. Wat is de makkelijkste weg om daar te komen? Ja, ik denk via de boerderij dat wij hier eruit gaan. Kan dat... Nee, die kan dus niet. Moeten we hier rechts gaan? Oeh, wat was dat? Laten we hier rechts gaan. En daarna weer rechts. Er staat ook Block Games op de... op de monitoren daar. Zie je dat? Boven kronen. Ik vind het wel super vet. We zitten natuurlijk met een behoorlijke grote machine. Zitten we hier door de straat heen te jagen.
Dan moeten wij wel de zwaailichten aan. Dus ook voor die auto hoor. Nou, dan rijden we nou eventjes naar veld 4 toe. Dan zetten we de Big M vast klaar. En dan gaan we eens kijken naar de Combine. Kijken hoe die het doet. Maar het is nog best wel een stukje rijden dit. En dat is misschien niet zo heel leuk om te kijken. Ik kan het als een timelapse doen, maar... Dat had ik dan eerder moeten bedenken. Nou, het is een behoorlijk groot grasveld zoals je ziet. En we hebben zowel gras als hooibalen nodig. Dus ik denk dat we de ene helft hooibalen doen en de andere helft grasbalen. Want we hebben ze gewoon alle twee nodig. Dat is wel het makkelijkst. Maar ja, voordat we gaan maaien, gaan we even kijken bij de combine hoe die het doet. Ah, die is ook bijna klaar hoor. Kijk, de vent die is daar. Dus dan maak ik dit nog wel eventjes af. En dan, ja, ruimen we de rest straks wel op. En dan gaan we zo meteen maaien als ik dit oogsten klaar heb. Nou, ik heb de combine een beetje opgeruimd zoals je ziet. De herder die is weer op de trailer. De trekker met tarwe is nog daar verderop op het veld. Maar dat doen we een andere keer wel. We gaan nou maaien. Maar ja, dat moet gewoon natuurlijk gewoon gebeuren. Ik weet niet precies hoe we het gaan doen. Ik denk dat we gewoon op en neer het veld gaan. Want we kunnen tot nu toe alleen nog maar in zware. Je kunt het niet verspreid leggen, maar je kunt het alleen maar in zware leggen op dit moment. Dus ja, ik denk dat we gewoon rondjes gaan rijden. Of misschien de allereerste keer een rondje. Ik weet het niet, joh. Laten we het gewoon gaan maaien. Het is natuurlijk, dit geluid is natuurlijk van de Big M uit 2013. En als je de maaiers aanzet, dan is het net een vliegtuig. Dat is super vet, let op. Dat is wel vet. Kijk, we gaan ook erg snel met het maaien, dus dat werkt ook prima. En dan moeten wij een deel grasbalen en een deel hooibalen hebben. En die kunnen we dan opruimen en opslaan. Who knows? Ik denk dat we hier gewoon grasbalen van maken, want het is natuurlijk met de Big M, dus dat betekent dat er ontzettend veel balen vanaf komen. Dus eigenlijk hoeven we niet het hele veld te maaien. Kijk, als we gewoon zo gaan doen, dat we hier stoppen en nou weer terug gaan. Ik denk dat we het zo gaan doen. Ik denk dat dat het makkelijkste is. En is het ook eerlijk verdeeld? Misschien dat we iets van 4 of 5 zwaarden doen. En dan aan de kant ook 4 of 5 zwaarden. Dan heb je namelijk evenveel. En als dat werkt, dan werkt dat prima. Nou, het is wel een machtige machine hoor, deze Big M. Prachtig. Met mooi uitzicht over de zee. Mooi! Zo. Ah, dan ben je zo klaar met maaien met deze machine. Het werkt prima. Ja, ik denk dat we 4 zwaarden gaan doen, dus dan gaan we zo meteen nog 1 keertje terug. En dan gaan we naar de andere kant. En dan hopen op zoveel mogelijk balen natuurlijk, hè. Zo, nog 1 keertje terug. Mooi, mooi, mooi. En dan gaan we kijken welke kant we gaan schudden en welke kant we niet gaan schudden. Nou, dit is prima. Zet er zilver uit. Dan gaan we naar de andere kant en dit doe ik wel eventjes offscreen. En dan, ja, hebben we een mooi stukje gemaaid. Ik denk dat we het balenpersen vandaag misschien al wel gaan doen of misschien ook niet. Ik denk het eigenlijk wel. Want het maaien, dat is ook klaar. Dus ik ga dit stuk eventjes maaien en dan gaan we vast met de grasbalen beginnen. Nou, hier zijn we in de Dutch Niger serie van Blocky. Daar gaan we de balenpers aan koppelen. En hier zit ook ander geluid, dus dat is wel super vet. En je kunt alles op het dashboard werkt. Het gordelicht, het kniplicht, alles werkt. Dat is echt prachtig.
Dus laten we dit ding eens eventjes opstarten. Er staat een link in de beschrijving natuurlijk. Het mooie is, dit heeft helemaal xenonlampen. Het is allemaal blauw, zie dat? Het is nou licht, dus je kunt iets heel goed zien. Het is niet wit of geel, maar het is blauw. Dus xenon licht, dat is wel super vet. En er zit ook IC op. Als we hierop klikken, dan gaat de motorkap los. Heel fancy. Super vet. En ja, er staat natuurlijk Blocky Games op de ruit. Er staat Calm op dat spatbord. Er staat Calm op dat spatbord. Hashtag Blocky Power staat erop. En boven op de cabine staat het logo. Of nou ja, de Overijsselse wimpel. De aftercar zie draaien, zoals je ziet. En ja, misschien dat ik hem nog een keertje ga aanpassen. Wie weet. Maar in ieder geval dat tussenzijde. Kijk, je kunt op dashboard zien dat het nou het grote licht aan is. Dat tussenzijde. Laten we de balenpers aankoppelen. Beetje hobbelig hier. Oh, is direct onze nieuwe deur kapot gemaakt. Fijn. Ja, wat dat elektrische geluid is of zo, of wat het ook mag zijn, dat weet ik niet. Hartstikke mooi. Op naar veld 4 en balen gaan persen. Zo, dat is de balenpersen klaar. Hartstikke mooi. Deurtje open, deurtje dicht. We hadden in totaal iets van 12 balen geperst. Nou, die kunnen op zich nog wel eventjes drogen. Dat ga ik dan de volgende keer wel opruimen. Want dit is natuurlijk de map dat ik zelf alles ga doen. En ik kan jullie wel eventjes laten zien als we eventjes naar de yard gaan. Dan moeten we eventjes teleporteren. Dag dames. Ik ken natuurlijk al strobalen en die heb ik namelijk hier neergekwakt. Eigenlijk had ik het anders moeten doen, deze had het eigenlijk voor moeten staan. Ja, dit werkt ook wel af de bovenop, misschien dat ik dat ook nog wel ga doen. Dat ik die allemaal de bovenop pak. En dan de grasbalen ernaast ofzo, dan moet ik eventjes kijken. Maar ja, we hebben toch al heel wat gedaan vandaag. Deze deuren kunnen trouwens ook wel dicht, want ja, voorlopig hebben we toch geen tarwe. Eigenlijk nog wel. Maar goed, dan kan ik de deuren wel weer open doen. Huppakee, dat staat allemaal droog. Hartstikke mooi. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze ja, extra video eigenlijk van Sandy Bay. Dit is natuurlijk nogmaals de map die ik in mijn eentje doe als ik tijd over heb.
Mocht je dit natuurlijk een leuke video hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet eventjes die like erop te knallen. Mocht je dat hebben gedaan, het zou super vet zijn als we de 500 likes kunnen halen. Vergeet ook niet te abonneren op Blocky Games voor nog meer content van zowel Farming Simulator, GTA als whatever. Alles kan natuurlijk zijn, behalve first person shooters. En bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Kalm!